Vanuit de verantwoordelijkheid van de regering hebben wij toen de commissie Weiden was ingesteld om alle partijen uit te nodigen en aan te geven, te vragen wat zou het beste zijn, hoe zou het moeten zijn, wat zouden de wettelijke en de wettelijke regelingen indien dit wordt toegepast, dat alleen de verkiezingen ingaan en ook een aantal technische zaken die we gezien hebben in de loop der jaren, dat ze om het verkiezingsgebeuren te vereenvoudigen voor het volk. Nou, dat rapport is binnen, want plots het leek alsof de NDP wil dat mensen alleen de verkiezingen gaan. We hebben gezegd, komt hoogwater, laagwater, NDP wel, gaat alleen de verkiezingen in.